welkom bij de NOT. We gaan hier eens eventjes onderzoeken wat er nieuw is in onderwijsland. Ga je met me mee? Kijk, voor de echte nachtwacht moet je natuurlijk naar het Rijksmuseum. Mijn naam is Wouter van der Horst. Ik ben van het onderwijsteam van het Rijksmuseum. Ik ga wat meer vertellen over het programma Jij en de Gouden Eeuw. Daar hebben we de NOT Innovatie Award mee gewonnen. Zowel de juryprijs als de publieksprijs, waar we dus ontzettend blij mee zijn. Want het is, vinden wij, uniek dat je als culturele instelling zo'n belangrijke onderwijsprijs wint. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Het programma Jij en de Gouden Eeuw vertelt het verhaal van de Gouden Eeuw aan de hand van drie verschillende verhalen. Het verhaal van Hugo de Groot, het verhaal van Nova Semla en het verhaal van Rembrandt. Het is een lesstofvervangend programma wat inhoudt dat als je het programma boekt, dat je eigenlijk het hoofdstuk tijdvak 6, tijd van regenten en vorsten, over kunt slaan. Omdat je krijgt een lespakket toegestuurd met 6 lessen waarin de leerlingen allemaal een personage toegewezen krijgen. Ze worden eigenlijk gerankt aan de hand van hun persoonlijkheid. Dus iemand die artistiek is zou Rembrandt kunnen worden bijvoorbeeld. En wat er dan ontstaat aan het eind van die lessenserie, in plaats van dat ze lezen, zijn ze dat dus ook echt, zijn ze die geschiedenis aan het beleven. Aan het eind van die lessenserie gaan ze naar het Rijksmuseum, komen ze in de tekenschool van het Rijksmuseum, het educatieve centrum. Daar is een heel theater en daar zijn allerlei ruimtes en werelden waardoor het dus echt een beleving wordt. Dus ze gaan echt, gaan ze het behouden huis in op Nova Semla. Daar wordt het ook echt koud. Ze duiken in het hoofd van Rembrandt. Ze gaan in de boekenkist van Hugo de Groot. En het is ook altijd in combinatie met een bezoek aan het museum zelf. En wat er dan ontstaat als ze in het museum zijn, onder begeleiding van professionele acteurs, dan gaan ze hun eigen objecten ook herkennen. Dus dan zie je ook dat die kinderen die lopen het museum in. En Hugo de Groot, die dat personage heeft, die ziet daar zijn boekenkist. En die ziet al, ondanks dat hij nog nooit in het Rijksmuseum geweest is, die kinderen, herkennen ze hun eigen objecten, herkennen ze hun eigen geschiedenis. En tikken ze elkaar aan en zeggen ze, hé, dat is mijn boekenkist. En dan loopt Rembrandt loopt langs de nachtwacht en die zegt, kijk, die heb ik geschilderd. En dan zie je ook hoe ontzettend leuk de reactie is van de andere bezoekers. Die zien dat die kinderen al expert zijn voordat ze het museum ingaan. Die denken van, zijn dit ontzettend slimme kinderen? Of hoe weten ze dit allemaal? Maar dat komt dus door dat unieke programma Jij en de Gouden Eeuw. Top. Oké. Okay. Ja. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Rijksmuseum dus. Wat een gaaf lettertype.